Dit is Drenthe Nu van maandag 17 juli met vanavond man overleden na steekpartij in Gees. De vouwwagen is populairder dan ooit en kruisbandblessures zitten vrouwelijke sporters dwars. We hebben op dit moment te maken met typisch Hollands summerweer. Of dat de komende dagen ook zo blijft, door Overmeer naar het Nijs. Goedenavond. Een 40-jarige man die gisteravond werd neergestoken in bungalowpark De Kamp in Gees is ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De politie kreeg even na 11:30 melding van het steekincident. Ze konden direct een 29-jarige man aanhouden. Hij woonde in hetzelfde huisje als het slachtoffer. Volgens de politie is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Op het bungalowpark wonen veel Roemeense arbeidsmigranten. De vouwwagen is terug van weg geweest. Volgens de brancheorganisatie Kampeer en Caravanindustrie zijn er vorig jaar ruim 20% meer vouwwagens verkocht. Ook Drentse producenten spinnen garen bij die stijging. Als je 10 jaar geleden op een verjaardag was geweest en mensen hadden jou gevraagd hoe kampeer je, en je had geantwoord met een vouwwagen, nou, dan werd je nog net niet uitgelachen. Maar die tijden liggen volgens de Drentse vouwwagenbouwers ver achter ons. Kampoes in Assen is de grootste vouwwagenproducent in Nederland. Verkoopaantallen maakt het bedrijf niet bekend. Ook bij Holtkamp in Emmen gaan de vouwwagens in rap tempo de deur uit. Het is eigenlijk onvoorstelbaar zoals dat een vlucht heeft genomen de afgelopen jaren. Volgens de brancheorganisatie Kampeer en Caravanindustrie komt de stijging onder meer door de opmars van de elektrische auto. Een vouwwagen is relatief licht, waardoor de accu van de auto niet zo snel leeggaat. Ook is kamperen herontdekt door de coronacrisis, merken de verkopers. Dat je de trend ziet dat mensen weer een beetje terug naar de natuur willen. Vrijheid, blijheid, niet opgesloten willen zitten tussen vier wanden. Maar echt de geur van tentdoek en ook lekker naar buiten kunnen kijken. Eén zijn met de natuur, dat speelt ons ook absoluut in de hand. Afgelopen jaar, acht jaar ongeveer, zijn er veel nieuwe merken bijgekomen. Veel frisse nieuwe merken. Dus je ziet echt dat het imago van de vouwwagen flink opgepoetst is. Wie een nieuwe vouwwagen wil kopen, moet wel even in de buidel tasten. De Drentse prijzen beginnen vanaf een kleine 10.000 euro en lopen op tot bijna 30.000 euro. De wagens zijn vooral populair bij jonge gezinnen. Het is het gemak eigenlijk. Je hebt met een vouwwagen tegenwoordig heb je de beschikking over veel bagageruimte. En daarnaast het slaapcomfort op een lattenbodem, op een echte slaapmatras. Je zet hem snel op tegenwoordig, dus niks staat je in de weg om met de vouwwagen te gaan kamperen. Het WK vrouwenvoetbal staat voor de deur. Zonder de Drentse troef Viviane Miedema. Ze is uitgeschakeld door een kruisbandblessure. Miedema is niet de enige. Meer topvoetbalsters komen niet in actie op het WK vanwege een kapotte kruisband. Een typische vrouwenblessure. En je rent zijwaarts naar het balletje. Die breng je terug. Dit groepje wordt gekscherend al het knieklasje van Sanne genoemd. Ze hebben bijna allemaal een blessure aan de kruisbanden. En ook hier valt op, de vrouwen zijn flink in de meerderheid. Ja, het komt ongeveer 2 keer zo vaak voor binnen het vrouwenvoetbal dan binnen het mannenvoetbal. En uit onderzoek komt ook naar voren dat ongeveer een elftal, één vrouw per seizoen kruisbandletsel oploopt. Vrouwen zijn hier gevoeliger voor. De bouw van de vrouw, de heup en de kniehoek, die is bij vrouwen iets meer naar binnen toe. En ook de knie die staat wat meer naar binnen toe gedraaid. En daardoor komt er veel meer druk op de kruisband. Dus daardoor kan die bij een vrouw iets makkelijker afscheuren dan bij een man. Vrouwen hebben ook oestrogeen, dat hebben mannen niet. En daardoor kunnen tijdens de ijsprong de banden wat lakser zijn. En ook de kruisband die reageert daarop. En nou, op dat moment kunnen de kruisbanden dus ook wat sneller scheuren dan dat het bij mannen zo is. Iemand die daarover mee kan praten is Iris Haringsma. Ik heb een kruisband afgescheurd, mijn voorste kruisband. Eigenlijk 2 keer, de eerste keer gedeeltelijk en de tweede keer helemaal. Ja, hoe krijg je dat voor elkaar? 2 keer met voetbal. De eerste keer wou iemand langs mij, nou, toen wou ik meedraaien en toen, krak. En de tweede keer was volgens mij, ja, ik weet het niet precies meer, maar volgens mij wou ik een actie maken en toen ook draaien en toen ook krak. Ze heeft maar liefst 1 jaar gerevalideerd in het knieklasje van Sanne. Wij trainen in de zaal ook binnen, dan trainen we krachttraining. En hier buiten doen we wat meer op conditie en stabiliteit. We trainen veel op wenden en keren. Dat gebeurt, tijdens dat moment creëer je vaak het kruisbandletsel. Dus we oefenen dat ook veel, ook onder vermoeidheid. Want straks tijdens een wedstrijd moet dat ook weer kunnen. We trainen het rennen, het goed rennen, springen, landen.
En ook terwijl we dat soort dingen doen, kracht. Dus ook dat we kracht blijven trainen en vermoeidheid creëren om te zorgen dat je daarna wel nog kan rennen, wenden, keren, draaien. Uit literatuur blijkt dat 25% van de vrouwen opnieuw last krijgt van de kruisbanden. Toch weerhoudt het Iris er niet van om de voetbalschoenen aan te trekken. Ik vind voetbal toch een hele leuke sport. Het is super sociaal. Dus ja, het is gewoon heel gezellig. En soms heb ik nog wel dat ik denk, wat nou als het weer gebeurt. Ja, revalidatie is natuurlijk super lang. Maar ik vind het zo leuk dat ik het wel wil proberen. Je kunt als vrouw wel rekening houden met die kruisbanden en anders trainen. Dat is overigens niet alleen goed voor voetbalsters, maar ook voor andere vrouwelijke sporters. In Nederland wordt jaarlijks ongeveer 2 miljard kilo aan voedsel verspild. Dat gebeurt in de hele voedselketen, van de boer tot het bord. Maar er zijn oplossingen voor. Dit is aspergekweker Erik Weiland uit Zuidwolde. Hij heeft een probleem. De kromme asperges die kunnen wij niet schillen. En zijn eigenlijk niet te verkopen. Een gedeelte wel, maar het grootste gedeelte is gewoon niet te verkopen. Omdat het handmatig geschild moet worden. En dat wil de consument niet meer. Tijdens een nat en koud voorjaar groeit de asperges slecht, waardoor de kans op kromme asperges groter is. Die kromme asperges passen niet in de schilmachine en worden dus weggegooid. Er zijn jaren geweest dat Weiland een paar honderd kilo asperges in de week moest weggooien. Ja, dat is jammer. Dat gebeurt bij de aardappelen, dat gebeurt bij bloemkool, dat gebeurt bij komkommers, dat gebeurt bij ons ook. Voor soep kan natuurlijk heel veel, maar je kan ook geen 500 liter soep in de week klaarmaken, want daar is ook geen vraag naar. Dus, ja. Maar Stefan Dingemansen heeft de oplossing. Hij is initiatiefnemer van het Field Lab in Meppel. Een bedrijf waar wordt gewerkt aan manieren om voedselverspilling tegen te gaan. Onze oplossing voor alle te kromme asperges is dat we er aspergebitterballen van maken. Dat je op die manier dus de reststroom kunt verwerken tot een houdbaar product. Er ligt nog 160 kilo aan kromme asperges in de vriezer, waar dus bitterballen van worden gemaakt. Die gaan we afzetten bij lokale bedrijven, dus restaurants. Maar ook, we gaan het ook gebruiken voor onze eigen catering bijvoorbeeld. Om steeds meer mensen bewust te maken van het feit dat we dus heel veel van dit soort reststroom hebben. Die eigenlijk nog prima te eten zijn. Dat is alleen maar een win-win situatie. Er vindt geen voedselverspilling plaats. En het is voor ons natuurlijk aantrekkelijk. En voor de jongens ook. Ze kunnen er echt hele leuke dingen mee maken. Maar bij het Field Lab in Meppel blijft het niet bij asperges. We hebben ook een reststroom, bijvoorbeeld zeewier. Daar maken we zeewierkroephoek van. Waar we ook mee bezig zijn, is dat we aardbeienjam maken van tweede keus aardbeien. Dus dat zijn aardbeien die een net een gekke vorm hebben. En daarnaast zijn we ook nog bezig met allerlei insectenproducten, waar we dan bijvoorbeeld weer een soort vleesvervanger van maken. En zo verdwijnt er wat minder voedsel in de kliko. Het is niet te warm, het is niet te koud, dan valt er een bui, maar er is ook genoeg zon. Je hebt een zonnebril nodig, maar ook je paraplu. Dat is typisch Hollands zomerweer. En dat houdt wij ook. We kijken eerst even naar vanavond en vannacht. Vanavond kan er eerst nog een enkele bui vallen, maar later wordt het droger, de wind giet ook liggen en het wordt zo'n 11 graden. Morgen wordt een rustige dag. Er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en de zon laat zich regelmatig zien. We krijgen zo'n 23 of misschien wel 24 graden. Nou, en de dag daarna is er niet veel verandering, waarbij er op woensdag en vrijdag misschien in de middag nog een buigje kan vallen, maar de donderdag blijft helemaal droog. Tot morgen. Dit was het weer voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk in de app. Daar leest u een verhaal over een groep mannen uit Pessen die vanaf morgen de Nijmeegse Vierdaagse lopen. En voor één van hen wordt het een emotionele tocht. Meer erover dus bij ons online. Wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Dag.